doorbraak. Zij is Olympisch kampioen 2006. Ant Schut, Stien Kuijs, Yvonne van Gerp, Irene Wüst. Mijn pijn. Waar blijft ze? Ze is... Ze is tweede. Ze is tweede. Ik denk dat het jou uiteindelijk een groot sporter maakt. Mijn strijd. Kijk eens. Oh, Irene is echt helemaal kapot. Mijn triomf. Daar grijpt Wüst de makker. Ja. Oh, oh, oh. Weer Olympisch kampioen. En mijn toekomst? Altijd, overal, NOS. Ja, Irene Wüst is hier in Hamar bezig met haar 10e Europees kampioenschap. En we kunnen wel zeggen dat het best goed begonnen is. Ze won de 500 meter in 38,77. En straks gaan we zien hoe haar toernooi verder gaat met de 3 kilometer. Daar zijn we mee bezig. Er zijn al wat Nederlandse vrouwen geweest. Marije Joling heeft tot nu toe de snelste tijd na 9 ritten. Heb je kunnen genieten van die rit van Joling? Pauline? Nou, ja, ik vond dat ze een hele nette rit. Goed schaatste eigenlijk. Wat ze zelf zei, dat ze niet tevreden was over de 500. Want ja, ze raakte niet goed. Ze schaatste nu echt goed. En daardoor krijg je de kracht op het ijs. En dan rijdt ze bijna een persoonlijk record. En dan doe je het gewoon hier wel goed in Hamar. Hoe krijg je dat in die korte tijd goed? Nou, weet je, zij is wel een 3 kilometer rijdster. En als jij dat... dat is wel jouw... je kracht dan. Dus het is voor haar is het wel een, waar we het net over hadden, voor een allrounder is soms een 500 meter, dan ben je te gehaast. En voor een 3 kilometer, dan kan jij jouw ding doen en echt gaan schaatsen en die tijd krijgen. Dus ja, daar heeft ze gewoon veel meer vertrouwen, denk ik, ook in gehad. Dus dan, Maar zij laat ook wel zien, hè, dat ze wel een goede 3 rijdt. En ook als je kijkt naar haar tijd, dan is het ook wel een tijd, internationaal gezien, dan hoor je erbij. Ja, en dat laat wel zien. Ja, ze is niet op de spelen straks. Erwin, jij was vooral heel erg opgetogen over die opbouw van die race. Ja, ik hou ervan. Gewoon hard erin, met een rondje 30 beginnen. En dan maar hopen dat het schema gewoon niet te hard oploopt. En dat gebeurt niet. Iedere ronde er een paar tienden bij. En aan het eind die rondetijden nog net eventjes gewoon een beetje vlak houden. Ja. Nou, dan heb je het gewoon het maximale uit je rit gehaald. Heb je er vol in gegaan, maar niet helemaal stuk gegaan. En dan heb je gewoon een geweldige race gereden. Dan heb je het maximale gegaan. Ja, en dat krijg je dus nu inderdaad heel erg. Dat je dan ook denkt, raar hè, dat we haar dan niet in Sochi zien. Ja, nee, maar het niveau bij de dames is gewoon hoog. En 4-0-4 is natuurlijk ook een hele goede tijd. Maar het is niet de winnende tijd. Kijk, de winnende tijd, als je echt voor de medailles wil gaan op deze afstand op de Olympische Spelen, moet je gewoon rond de 4 minuten gaan rijden. En dat is nog wel eventjes 4 seconden sneller. Voorlopig heeft Marije Joling dus de snelste tijd. En staat ze achter Skokova tweede in het klassement. Maar er komen nog 4 ritten. Marije Joling, Bert Maalderink. Ja, volgens mij sta jij hier wel opgetogen. Ja, het was eindelijk een goede race. Ik had al wat trainingsritten gereden natuurlijk. En het begin van het seizoen nog voor het NK Afstand en reken een hele goede in de Insel. KKT was het ook weer net weer niet goed. En gewoon niet goed geschaatst. Dit was een hele goede en gewoon heel goed opgebouwd. Gewoon heel blij mee. Ik hoorde Herbert Dijkstra zeggen, dit was een vlakke race. Ja, in principe ik loop uiteindelijk nog wel van 30-9 naar 33-0. Maar voor mij is dit wel echt een hele goede race. Zo moet ik mijn race rijden. En gewoon met licht verloop en... Ja, het was gewoon heel goed. Gewoon iedere ronde 3:10 of zo. Het was echt super lekker. En als je naar de eindtijd kijkt, want dat heb ik even naar gekeken. En ik heb ook even naar de eindtijd van het Olympisch kwalificatietoernooi gekeken. Echt dezelfde tijd. Ja, bijna identiek zeker. Maar wel een wereld van verschil. Zit 1/100ste tussen. Je was hier 1/100ste langzamer. Ik denk, voor mijn gevoel is dit gewoon een betere rit. Gewoon veel beter. Ik ging, zoals jullie wel kunnen herinneren, waarschijnlijk een stuk in die laatste ronde echt op het KKT. En daar begon ik met een rondje 30-3. Misschien forceer je dan toch wat net. Nu begin je met 30-9 en dan, dat komt gewoon heel makkelijk en vanzelf. En het is gewoon super, super lekker. Maar hoe opgetogen kun je dan zijn? Want het ging dit jaar om Sochi. Jij wilde naar Sochi. Ja, potverdorie. Ja. Nou ja, dat is niet gelukt. Nu sta ik hier en nu rijd ik hier wel een goede rit. Is dat moeilijk om die knop dan om te zetten en om hier dan blij mee te zijn? Ik vond het wel, wel fijn zeg maar, dat ik het EK wel had. Dus dat je die focus op een of andere manier toch al vast moet houden of wil houden. Om gewoon hier ook heel goed te rijden. Want ik heb gewoon nog nooit een EK gereden. En voor mij is dit ook gewoon een grote kans om gewoon een goede race te rijden. En wat is dan goed eigenlijk? Want we zitten nu in het duel, nog een paar ritten. Je staat nu tweede in het algemeen klassement. Wat is jouw vooruitzicht eigenlijk?
morgen aan het eind van de dag? Nou, het algemeen heb ik niet echt gekeken eigenlijk. Ik ben gewoon heel blij met deze 3 kilometer. 500 was ik niet zo blij mee. Het was gewoon niet zo'n hele goede rit. En wederom 40-0. En ja, ik ga morgen gewoon nog een keer 2 goede races proberen te rijden. En dan, ja, ik zie wel waar ik sta. Of ik nou, ja, het maakt niet uit waar ik sta. Natuurlijk is het mooi als je op het podium rijdt. Maar als jij gewoon voor jezelf goede race rijdt, dan zit daar verder niet meer in. Dan heb je... Is dat waar? Maar het gaat hier wel om klassering. En als je ziet van jouw 1500 en 5 kilometer, ja, dat zijn ook jouw sterkste afstanden. Net als de 3 kilometer. Ik bedoel, dus daar zit wel wat in. Ja, nou ja, misschien gebeurt er nog wat leuks. Ik ga er zeker voor. Wat zou je nou zeggen, podium? Dat zou heel leuk zijn. Maar ik heb geen idee hoe ik ervoor sta eigenlijk. En volgens mij reden er een paar ook wel heel hard op de 500. Ik heb geen verschil. Die verschillen weet ik allemaal niet. Gaan we straks allemaal uitrekenen. Maar jij reed heel hard op de 3 kilometer. Ja, daar ben ik heel blij mee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, wat vinden jullie daarvan? Ja. Erwe, wat vind je daarvan dat ze, nou ja, wel kijkt? Ja, nou, ik zal het even vertellen, want het meisje weet niet hoe ze ervoor staat. Ze heeft een hele goede 500 meter rijden, een hele goede 3 kilometer rijden. En ze zit gewoon op koers om gewoon op het podium te komen. Als ze gewoon morgen, haar beste afstanden komen nog, die vijf kilometer, in verhouding met de rest van het veld. Dus zij ligt gewoon op koers voor zilver of brons. Ja, het lijkt alsof ze er niet aan durft te denken. Ja, ja, dat is natuurlijk, je moet natuurlijk focussen op de afstand die je op dat moment moet rijden. Je hebt er niks aan om al gedurende het toernooi aan het klassement te denken. Je moet iedere afstand op zich nemen. Eerst de 500 meter, nou, is geweest, afgesloten. Nu die 3 kilometer, die heeft ze nu ook gereden. En dan ga je vanavond even rustig kijken van hoe sta ik ervoor. En dan morgen eerst weer alleen maar die 1500 meter. Is dat moeilijk om dat per afstand te bekijken? Om je helemaal niet bezig te houden met het klassement? Het is echt gewoon voor jezelf, ja, ook met jezelf afspreken. Nou ja, ik ga nu richt ik me daarop. En kijk, je kan je gedachten naar het podium laten gaan. Of als je inderdaad de vraag krijgt, hè, van kom je op het podium? Dan wordt het natuurlijk wel even meegenomen. En dan mag je best even aan denken. Maar tegelijkertijd is het nou ook van, ja, je moet eerst nog 2 afstanden rijden. Dus dan gaat gewoon de knop om. Hup, nu eerst richten op die 1500. En de goede dingen meenemen. En dan eerst de 1500 rijden. Maar hoe werkte dat voor jou? Hoe deed jij dat? Bij mij ging de knop dan om. Maar ik moet ook wel eerlijk zijn dat het ook wel eens niet omging. En dan ben je te veel bezig met of een slechte rit, of juist dat je er goed voor staat. En dat vind ik wel echt het mooie van allrounden. Dat je dus 4 afstanden mag rijden. En je hoeft geen één afstand te winnen. Maar durfde jij wel eens te zeggen, ik wil op dat podium komen? Ja, dat durf je. Ik durf het wel voor jezelf te, dat durf je wel te zeggen. En ook wel reëel dat je denkt van, nou ja, nu kan het ook. Maar het is ook tegelijkertijd, heb je er eigenlijk gewoon echt geen zak aan. Nee. Dus moet je het ook gewoon maar weer En is dat dan ook weer een volgende stap om dat hardop voor de camera tegen Bert Maaldering te zeggen? Ja, het maakt niet uit. Eigenlijk, al zou je de topfavoriet zijn en iedereen moet dat voor zichzelf. Als iemand dat wil zeggen, dan moet hij dat zeggen. Maar belangrijk is dat je voor jezelf, voordat je aan de start hebt en in je voorbereiding weet, Oké, ik ga me nu eerst op die afstand richten en deze dingen doen en dat ga ik doen. Ja, ik kan me herinneren dat jij toch wel redelijk makkelijk was in zeggen wat je wilde. Ik zei voor ieder kampioenschap van ik ga vandaag winnen. Ik denk dat is zo'n stukje overtuiging die je ook gewoon van jezelf moet hebben, denk ik, als topsporter. Maar waar is het natuurlijk, kijk, de kunst van het allrounden is gewoon 4 keer je best mogelijke afstand rijden. En dan moet je het zo klein mogelijk maken. Dan heb je er op dit moment niks aan om nu al gewoon aan het podium te denken. Maar dat zal ze heus wel doen, hoor. Maar misschien zelfs niet vanavond. Ja, aan het einde van de dag. Zij kijkt toch geen Nederlandse televisie. Dus wij kunnen het wel gewoon zeggen. Ze zit gewoon op koers om op het podium te komen. Het is eigenlijk jammer dat ze dit niet ziet, hè. Dat zou haar heel veel zelfvertrouwen geven, denk ik. Ja, ze weet het ook wel. De 3 kilometer en het niveau van de Nederlandse vrouwen. Kun je uitleggen hoe het komt dat de Nederlandse vrouwen, zeker dit seizoen, dat het niveau zo ontzettend hoog is? Ja, het is wel dat een aantal jaren geleden is natuurlijk wel door onder andere Renate, zeg maar, ook wel de klokgeluid van het niveau. Met de noodklok, hè? Ja, pas op. Want de dames doen het niet meer zo goed op de lange afstanden. En als je dan met elkaar meer gaat richten op die langere afstanden, dan... je ziet wel dat het niveau gewoon nu echt enorm gestegen is. Maar hoe doe je dat? Met elkaar richten op de lange afstand? Door ook wel een keuze te maken voor ik ga me richten op een 3 en een 5. En niet zozeer op een 500. Of ik ga me... ik denk dat daardoor wel het niveau beter wordt. En tegelijkertijd ook gewoon dat een aantal meiden met elkaar trainen. En
En elkaar beter maken ook. Maar het is wel leuk, want ik vond het wel grappig wat zij dan vertelde over Marije. Van ja, nu die eerste ronde komt dan gemakkelijker. Mm-hmm. En, want een 3 kilometer, dat is echt, dat je moet technisch goed schaatsen, wil je een harde 3 kilometer rijden. En als dan het verval minder wordt aan het eind, het en kleiner blijft, ja, dan meestal heb jij dan je techniek ook te pakken. Dan kan je erin blijven rijden. En je moet ook veel oefenen. Je moet veel 3 kilometers ook wel rijden om ook door die pijn te kunnen gaan en te blijven schaatsen. Verbaast het jou dat het niveau zo hoog is? Nou, ik denk van de Nederlandse vrouwen? Kijk, het gaat twee kanten op. Het niveau was ook heel hoog internationaal. Hè. Er waren echt hele goede rijders op die 3 kilometer. Internationaal zag het gewoon een beetje weg. We hebben eigenlijk alleen nog maar Sablikova en Pechstein. En voor de rest is er gewoon niks meer. Dus het stapje kan nu ook makkelijker gemaakt worden. En ik denk ook wel dat het gewoon in de breedte, ook als je kijkt naar het marathonschaatsen bij de dames. Er zijn heel veel dames die gewoon heel hard kunnen schaatsen. En die ook gewoon heel stiekem die overstap gaan maken nadat het lange baan gaat. Dus het is een beetje armoede internationaal. Wat ook een beetje weer een kans geeft voor heel veel dames in Nederland. Om te zeggen, nou, nu ga ik het wel gewoon proberen. Ja, heeft het denk je ook geholpen dat inderdaad Renate Groenewold heeft gezegd, oh jongens, je hebt pas op. Je hebt natuurlijk altijd gewoon de dames nodig die de eerste keer het laten zien van het kan wel. Hè. Dat hadden wij bij de sprint ook toen Jan Bossen voor de eerste keer wereldkampioen werd. Toen in één keer gingen, dachten er heel veel jongens in Nederland van hey, dat is leuk, dat gaan wij ook doen. En kijk nu, we domineren nu ook gewoon het internationale sprinten. Ja. De 3 kilometer van Diana Valkenburg, die hebben we ook kunnen zien. Ze staat op dit moment tweede na 9 ritten. Je zou zeggen, dat was een goede rit. Maar laten we nog even vooral die laatste ronde erbij pakken. Want Erwin, jij zei... Ja, inderdaad. Als je kijkt, ze begon hem eigenlijk een hele mooie vlakke rit. Zij ging niet zoals dat Marije met een rondje 30-9 erin. Ze begon met een rondje 2-1. En als je dat doet, dan moet je op het eind gewoon echt iets over hebben. Dan moet je daar het verschil gaan maken. Maar dan komt die laatste ronde, dan gaat ze al naar een rondje 32-5. En dan moet ze nu eigenlijk een rondje 31 gaan rijden. Want dan kun je in één keer nog een goede eindtijd rijden. Maar er zit geen kniehoek meer in. Ze komt helemaal omhoog. En ze rijdt die race, de rondes ervoor, rijdt ze technisch nog heel goed. En nu is er niks meer raakt. Het is heel houterig hoe ze nu rijdt. En je ziet gewoon dat de snelheid er gewoon uitloopt. Het is overstappen. Er zit geen afzet meer achter. Ja, iedere meter gaat ze gewoon nu langzamer. En op het rechte eind, dan heeft ze gewoon, daar loopt die schaats niet meer. Omdat zij heeft zoveel druk. De schaats komt normaal gesproken heel erg terug. Waardoor ze heel zijwaarts afzet. Maar als ze dat dan aan het eind gewoon niet meer kan, dan rijdt ze zichzelf als het ware gewoon vast. Iedere afzet is dan op een gegeven moment geen snelheid meer vooruit. Maar is eigenlijk gewoon een beetje tegenwerken. En dan wordt het heel zwaar die laatste rondes. Is dit, Paulien, eigenlijk het probleem wat ze aan het begin van dit seizoen heel sterk had? Ja, kun je dat erin terugzien? Nou ja, dat ze inderdaad technisch het niet goed schaatsen. Maar wat ze hier wel liet zien, in het begin schaatsen ze wel goed. Liet ze eigenlijk hele goede techniek zien. Alleen op 3 kilometer komt die verzuring. En als je dan, ja, daar moet je tegen vechten. Dan moet je jezelf op een gegeven moment blijven schaatsen. En ja, die ronde daarvoor rijdt ze netjes. En dan lukt het er net niet om die laatste ronde vol te houden. Ja. Dat is wel echt heel erg zonde. Maar hier zie je wel gewoon wat het verschil is met het Jana van een aantal jaren geleden. Toen ze echt heel goed reed. Dat ze dit gewoon niet meer kan nu op dit moment. Daarom ging het ook mis op het Olympisch kwalificatieniveau. Die laatste paar rondes. Als je dan ervoor kiest om een vlakke race te rijden, dan moet je hem vlak uit kunnen rijden naar het eind. En dat heeft ze gewoon niet. Dat kan ze gewoon op dit moment gewoon niet. Nee, maar dat is ze eigenlijk in een hele korte periode kwijtgeraakt. Want jij zegt een aantal jaren geleden. Maar vorig seizoen was eigenlijk haar beste seizoen in haar carrière. Ja. Ja. En toen heeft ze ook echt bewust voor die 3 kilometer heeft ze haar strategie iets aangepast. Want zij was ook iemand die er altijd invloog. En daardoor ook de laatste 2 ronden eigenlijk een grote val had. En daardoor pakt ze nu eigenlijk de eerste ronde iets rustiger. En daarin kan ze meestal gewoon goed blijven rijden. En dat liet ze ook wel zien, hè. Ze ging naar van de 32 naar de 31. Ja. Maar dan, ja, dat is wat Erwin zegt. Dan moet je eigenlijk de laatste ronde niet zo'n verval hebben. Dat is wel echt jammer. Je moet het ergens terugpakken. Maar tegelijkertijd, ja, een 4-0-6. En ze heeft wel een goede 500 meter. En er komen nog 2 afstanden. Ja, maar kan ze hier wel, want uit die 500, dat was een goede 500 meter van Diana. Kan ze hier wel nog iets uithalen? Even los zien van die laatste ronde? Kijk, het is wel goed, maar ik hou me hard vast. Want dit is nog maar de 3 kilometer. Ik heb even die 5 kilometer in mijn achterhoofd op het OKT. Dan ging die laatste ronde ook weer helemaal mis. Als het nu al op die 3 kilometer het moeilijk vast kan houden, die laatste rondes. Hoe moet het zo meteen dan op die 5 kilometer? Ja. Zullen we even naar de komende ritten? Straks zullen we Yvonne Nauta ook in de race zien op die 3 kilometer. Ook voor Nauta een redelijke 500 meter. Hè?
Hoe denken jullie dat dat hele gedoe rondom die wissel en wel of niet op de 3 kilometer naar Sochi heeft doorgewerkt voor haar? Nou, dat is natuurlijk wel vervelend. Het is een bepaalde spanning. Kijk, als sporter heb jij je droom dat je een... Kijk, ze heeft de 5 had ze natuurlijk al, maar ja, de 3, ze wil op de Spelen. Dus dat speelt in je hoofd mee. En ook het feit dat ze, ja, dat het eigenlijk buiten haar om, dat ze niet haar race had kunnen rijden. Ja. Zoals ze had gekund. Ja, en het is onzekerheid. En onzekerheid voor sporters is nooit fijn. Ja, ik denk dat die onzekerheid heeft tot afgelopen dinsdag geduurd. Ja, ze is heel jong. En ze komt eigenlijk net kijken. En dan in één keer komt al die media er bovenop. Dat meisje weet helemaal niet eens wat haar overkomt. En als je dan daarom mee moet gaan. En dan ook nog ten opzichte van Anouk van der Weijden. En dan heb je Marianne Timmer die er ook een mening over heeft. En echt voor haar begint te strijden. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar er zijn zoveel emoties die zij allemaal maar moet verwerken. Dat ze eigenlijk dacht van... Ja, ik wil gewoon lekker rijden. En nu moet ik in één keer allerlei dingen doen. En wil ik dat eigenlijk allemaal wel doen. Dat is gewoon heel lastig voor die meid. Dan vind ik het heel knap dat ze in ieder geval een gedegen 500 meter gereden heeft. Ze heeft in ieder geval... Dat is eigenlijk een moeilijke afstand, hè. Dat is een moeilijke afstand om gewoon... Want dan moet je heel geconcentreerd zijn. Mm-hmm. Dan heeft ze net geen PR gereden, maar ze heeft gewoon goed gereden. En ik ben heel erg benieuwd wat ze zo meteen op de 3 kilometer gaat doen. Ja, misschien als je wat meer ervaring hebt, is zo'n ervaring van, hè, met zo'n geschillencommissie en gedoe... Wel lekker om daar iets uit te halen. Maar misschien als je heel jong bent, is dat heel moeilijk. Wat denk jij? Nou, ik denk eigenlijk, weet je, dat is ook voor iedereen verschillend. Aan de andere kant, het speelde natuurlijk al na haar 3 kilometer. En ze liet tegelijkertijd ook gewoon een goede 5 kilometer zien. Dus ik denk eigenlijk, op een gegeven moment in de sport moet vaak ook weer de knop om. Dat heeft ze denk ik gedaan. En dus ik denk dat we haar wel, dat ze hier wel iets moois kunnen laten zien. Ik zag haar ook rijden van de week en ik vond haar technisch heel sterk rijden. Als je die knop niet om kan zetten als topsporter ben je helemaal nergens. Hè? Nee, dat moet ze ook wel. Maar, en dat doet ze ook wel. Maar ze heeft wel, ik vind het wel, zij heeft ook op het OKT, op het Olympisch kwalificatiesnoer. Die 500 meter ging toen heel goed. En eigenlijk ging die 5 kilometer plaatsen zich wel. Maar daar had ze toen ook wel een beetje moeite mee. Dus ze komt wel heel veel indrukken op dat meisje. En als ik haar dan ook voor de camera zie staan, dan zijn ze nog heel onzeker daar. En dan weet ze allemaal niet wat ze nou allemaal precies moet zeggen. Ja, ik denk dat zij heel snel heel erg volwassen gaat worden. Ik ben wel heel benieuwd naar haar 3 kilometer straks. Ze zal direct na de dweil rijden. Laten we nog eventjes de internationale mensen doornemen. Wat wou je zeggen, Herman? Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Want dit is eigenlijk de afstand waarop ze dan op het OKT niet heeft na te zien wat ze eigenlijk kon. Ik ben wel benieuwd. Zometeen gaat ze hier misschien wel 4-0-1 rijden. Dat zou toch wel fantastisch zijn. Dan maakt ze wel even een statement. En wat verwachten jullie van de internationale concurrentie? Wat kan Pechstein bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat Pechstein, die zou je wel een goede 3 neerzetten, denk ik. Kijk, dat is ook wel haar afstand. En die staat er eigenlijk toch wel vaak op de langere afstanden op een allround toernooi. Haar 20e Europees kampioenschap. Ik denk dat zij gewoon weer een stabiel toernooi gaat rijden. Ik ben wel een beetje benieuwd naar Sablikova, want die is eigenlijk, ze heeft zo'n ongelooflijk achterstand. Kan ze het nog opbrengen om hier een volle 3 kilometer te rijden? Jij had Sablikova gesproken van tevoren. En het ging weer niet zo heel goed met haar. Ze was een beetje moe. En ze had hard getraind, 20 dagen in Colalbo had ze hard getraind, zei ze. En de laatste dagen daar niet op het ijs gestaan, omdat er vanwege sneeuwval. Maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn, want het kan ook een gedwongen rust zijn. Maar ja, ze laat toch de 50 meter groot gat zien ten opzichte van de nummer, de top eigenlijk. Nou dus, doet ze dat eigenlijk altijd wel, hè? Ja, ik verwachtte eigenlijk toen ze dat zei, dacht ik, dat wordt... Die gaat hard rijden. Als zij zegt dat ze moe is en dat ze zich niet zo lekker voelt, rijdt ze vaak wel hard. Inderdaad, maar vandaag niet hoor. Want als je 2 seconden verliest op de 500 meter, dat is 12 seconden op een 3 kilometer. Dat gat is niet meer te overbruggen. Kijk, en dan heb je ook nog een Irene Wüst die ook nog heel erg in vorm is. Die gaat gewoon meteen heel ontspannen en makkelijk een hele goede 3 kilometer rijden. En dan is het wel moeilijk hoor, om als Olympisch kampioen, eigenlijk de laatste meeting... Ja, hoe stel je dan op? Ga je dan helemaal leeg rijden of denk je laat het nu maar lopen. Ik pak je zo meteen wel in Sochi. Ja, dat vind ik een goede vraag. We gaan het zien. Ik denk dat ze niet het achterste van haar tong hier laat zien. Want hier heeft ze niet de eagerness waarop ze het goed wil maken. Waarop ze wil bewijzen van, zie je wel, ik ben een fantastische schaatsster. Nee. En ik denk dat ze in een paar ronden het gaat proberen. En als het niet makkelijk gaat, dan rijdt ze gewoon een keurige tijd. En dan zal het rondom de 4-0-1 zijn. 4-0-2 misschien, 4-0-3. En dan heeft ze in ieder geval laten zien dat ze haar taak gedaan heeft. En dan wacht ze gewoon tot Sochi. Het baanrecord staat nog op naam van Gunda Niemann. Is dat misschien nog iets wat eraan zou kunnen gaan vandaag? Nou, dat zou er wel eens aan kunnen gaan. Ja? Ja.
Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet, kijk, precies wat de baanrecord is. Dit is oh, heerlijk. Het baanrecord, ja. Zo pakken we die spanning mee, hè? 4-0-0-26. Maar dat mag toch wel een keer. Jong, dames, je moet je kapot schamen. Goenda Niemann, dat is uit de vorige. Hoe lang is dat alweer geleden? We gaan naar de 3000 meter, de laatste vier ritten. Met Martin Hersman en Herbert Dijkstra. Ja, maar het baanrecord dat is zeker een belegen record. Dateert van 2001. En ja, op naam van Goenda Niemann. Gaat Yvonne Nauta een aanval doen op dat baanrecord, dan zal ze ook een persoonlijk record moeten rijden. En dat staat op 4.03.50. Het is de afstand waarop Nauta niet zal starten bij de Olympische Spelen. Het verhaal is bekend. Maar zoals Erben Wennemars zegt, ze zou een statement kunnen maken. Ja. En bovendien moet ze een goede 3000 meter rijden om veilig te zijn voor de 5000 meter. Dat zijn dingen die meespelen. Nyatu en Nauta, even oud, allebei 22. Ontwikkeling en prestaties gaan nooit in een rechte lijn. En dat geldt zeker niet voor Nauta, die bij de junioren al tot de wereldtop hoorde, maar een tijdje stagneerde. Nyatu, daar is er iets meer sprake van. Een lijn. Als je kijkt door de jaren heen, heeft Nyatu vrij maatloos de overstap kunnen maken van de junioren naar de senioren. Met al drie toernooien bij Europese kampioenschappen achter de rug. Nauta debuteert daarentegen. Ja, toen achtste, een jaar geleden. En Nauta, 31-3. En dat is een prima begin van deze 3000 meter. Niet zo snel als Joling. Maar dat mag je van Nauta ook niet verwachten. Kijk eens naar deze techniek. Yvonne Nauta. Ja, deze vrouwen reden bij de WK Junioren in 2009 ook al tegen elkaar. Nauta werd de tweede in het klassement. Nyatu de tiende. Beide vrouwen onder de 32-0. Hier reed Joling 3/10 sneller in de ronde. En het verschil daarmee opgelopen tot 18. Maar Nauta moet vier blank rijden om Joling en Valkenburg voorbij te gaan. Zeg niet dat ze het niet kan, Martin. Ik denk dat ze het in zich heeft. En we hebben een lichting Nederlandse vrouwen die technisch allemaal goed schaatsen. Dat geldt voor Nauta, geldt voor Joling, geldt voor Wüst. Na 32-0, dan ga je al boven de vier blank rijden. En wat een langzame, inderdaad. Het is een hele goede schaatser. Goede atleet ook, natuurlijk. Heel cru dat ze er eigenlijk 4 jaar geleden al bij had mogen zijn. Maar toen werden er nog schaatsen beschermd met nominaties. En daardoor ging Renate Groenewold. Maar toen had ze er al bij kunnen zijn. 31-7, ze versnelt. Ja, dat is 32-0 naar 31-7, dat is heel erg knap. Drie ronden. Ze is in de ronde nu ook sneller dan Joling. 3/10. Nyatu verliest heel veel tijd. Nyatu gaat zo de top 8 niet halen. Ja, want Nauta zal er een hoop moeten passeren. Het verschil met Nyatu, die sneller was op de 500 meter. Is ook een kleine 4 seconden. Nou, die heeft ze al. 2 ronden nog. Nog een 31er, dat zou heel erg knap zijn. Ja, ze nog sneller. En ze gaat de tijd van Joling nu bedreigen. Die afslopende rondje 33. En als Nauta zo doorgaat, gaat dat niet gebeuren. Maar het persoonlijke record, dat reed ze eerder in Noord-Amerika, dat kan er inderdaad nog aan. 4.03.50. Spectaculair zoals Nauta rijdt. Met alle emoties van de afgelopen weken. Dat is toch knap. Dat toon je wat veerkracht. Ja. Ze is nu Joling voorbij. Werd bij de wereldbekerwedstrijd de 7e, 6e en 7e op de 3 kilometer. Krijgt nu de bel. En heeft een voorsprong van bijna 18e. Zo. Daar gloort een persoonlijk record voor Yvonne Nauta. Debuteren op een Europees kampioenschap. En dan zo rijden. Die 500 meter, dikke voldoende. Maar dit is uitstekend. Joling reed 4-0-4-24.
Daar gaat ze onder. Komt er een persoonlijk record. Het staat op 4-0-3-50. Daar zit ze dicht in de buurt. En ze gaat de sprong maken. 4-0-2-63. Wat een uitstekende race. Ja, dan maak je inderdaad dat statement waar Wennemars het over had. Staat nu vijfde in het klassement. En dan is Njatoen op een hoop gereden gewoon, de Noorse. Dat valt tegen. 4-14-26. Zeker als je kijkt naar het voorseizoen van Njatoen. Dat was gewoon goed. Kijk die start ook, joh. Alsof het een 1000 meter is. Klasse. Ja, dan zijn dit nog slow motion beelden, Martin. En de Nederlandse vrouwen staan nu 1, 2 en 3 op de 3 kilometer. En in het klassement 2, 4 en 5. Nederland-Rusland tot nu toe. Skokova houdt de leiding in het klassement. Joling staat tweede in het klassement. Shigova 3, Valkenburg 4 en Nauta 5e inmiddels. Wust niet in de laatste rit. Dat is interessant. Ze heeft een lichtjaar voorsprong in het klassement met die geweldige 500 meter. Die ze won. In de tijd van 38-77. Bijna perfecte race. Start tegen Jelena Peters, Belgische uit Hoestwezel. En we hoorden het Hoest zeggen. Hoe ga je die 3000 meter rijden? Ze wil hierna gaan op een toernooi een beetje experimenteren. Ja, dit is de laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen die er echt toe doet. Wat wordt de strategie? Wat kan ik nog leren van deze 3000 meter? Wat een luxe dat je dat kunt zeggen. En Peters gaat fanatiek mee. Kijk naar de Belgers in de binnenbaan. Het verschil met Sablikova is nu al op deze afstand meer dan 13 seconden in het voordeel van Hoest. Hoest gaat het barenkoor aanvallen. Dat zit gewoon in haar karakter. 35. En de strategie is dus, probeer je grenzen maar te verleggen. Ga maar hard voor start. Kijk maar wat er met je benen gebeurt in de laatste ronde. En hou dan de schade beperkt. Zo deed ze het al in Turijn in 2006. Zo werd ze Olympisch kampioen op deze afstand. Ook hard van start gaan. Ja, won goud 4 jaar later. En heeft in deze vorm kans op meerdere gouden medailles. En wil natuurlijk Yvonne van Gerp en Marjan Timmer uit de boeken rijden. Die beide vrouwen hebben 3 gouden medailles. Wust staat op 2 en wil eigenlijk nog 4 door. Dat heeft ze al aangegeven. Maar zover zijn we niet. Bij de wereldbekerwedstrijden 2-3 kilometers gereden. 2 keer op het podium met brons. Dus altijd de meerdere moeten erkennen in of Perstijn of Sablikova. Maar of dat vandaag het geval is, ik waag het te betwijfelen. Want de vorm van Wust is alleen maar beter geworden. 31-4, vlakke race, 2 seconden sneller dan Nauta. En Nauta kwam dan met een rondje 32, even snel daarna weer. Timing is nu ietsje minder. Maar belangrijk is dat die bochten goed doorgaan. Dat ze dat ritme omhoog schroeft. En hier gaat Peters de bocht in. En is Wust alweer op het rechte eind. Waait hem lekker uit. Onder de boarding door. 3 ronden te gaan nog. Hier liet hij Nauta 31-7 zien. Pak ze weer 3 tiende. En dan koers ze inderdaad op een schema. Wat gelijk ligt aan het barenkoor van Groenendiemen. En zegt ja. Kemkes, ja, dan moet je nog iets winst zien te halen om dat barenkoor veilig te stellen. We weten uit ervaring dat Wust in de slotrondes vaak iets laat liggen. Maar een Wust in vorm is een andere Wust. Perfect in balans. Goede zijwaartse afzet. 31-4. 3 ronden 31-4 achter elkaar. De mond gaat natuurlijk wel wat over. Nu die 2 buitenbochten nog. En dan mag ze finishen met de laatste binnenbocht. Het barenkoor staat nog steeds op naam van Gunnar Niemann. En dat mag er zeker aan. Van 17 februari 2001. 4-0-26. Nog even vergelijken met Nauta. Die had nog een 31-8 in de benen bij het horen van de bel. Oeh, en daar levert Wust in. Ja, dat kennen we van de. Nu de vraag of ze het verschil met Nauta kan handhaven.
Ja, Kempers zegt half uur erboven. Dat baanrecord, dat kan haast niet meer. Dus een tijd onder de 4 minuten. Lijkt voor Wüst nu onhaalbaar. En dan komt daar de blauwe lijn en dat is Nauta. De 4-0-2-63, daar blijft ze dus onder. Geen baanrecord, maar wel de 4-0-2-0-2. Ze laat het dus liggen in de slotronde. En dan is de tactiek geweest zo hard mogelijk vertrekken. En kijken of je tijdens het Europees kampioenschap je grenzen nog kunt verleggen. Als opsteker naar de Spelen. 14-76, keurige race van Peters. Kijk, de marge met de concurrentie is groot genoeg. Dus je kunt het je permitteren om een beetje risico te nemen. Dat heeft ze gedaan. Als je kijkt naar het allround klassement. Maar Irene Wüst kijkt naar het verschil wat ze nu heeft ten opzichte van haar concurrenten voor de Spelen. En daarom wordt er niet hard gelachen. Want Wüst is weliswaar wat sneller dan Nauta. Maar de lach op het gezicht van Nauta zegt wel alles. Katarzyna Pachleda Kurus. De Poolse. Die nog altijd in staat is om zichzelf te verbeteren. Dat bleek ook al dit seizoen. 4-0-2-12 gereden in Salt Lake City. Natalia Petstein. 5 Olympische Spelen al achter de rug. 9 medailles. De meest succesvolle winteratleten bij Olympische Spelen. Namens Duitsland. Maar tegelijk ook de meest omstreden. Nou reed de Poolse nog een behoorlijke 500 meter. Behoorlijk. Die reed de vijfde tijd in 39-59. Moet 3,5 seconden goed maken op Skokova om als tweede achter Irene Wüst de beste van de rest dus in het klassement te staan. En dat is eigenlijk wel mogelijk. Skokova reed 4-0-8-2. Pachleda Kurus moet in de 4-4 rijden. 31-0. Ja, die blauwe lijn is nu niet leuk, omdat we weten dat iedereen moest zo hard begon. Wüst en Peters die rijden daar rechts in beeld. Ze is diep gegaan. Je ziet er nog zoeken naar zuurstof. Die spieren hebben dat weer nodig. Reed Pachleda Kurus richting de 600 meter en nu 31-8. Pechstein 32-1. Ja, dat is niet goed, dan laat je te veel licht. Nou, maar Pechstein komt nog wat terug. Pachleda Kurus is in de tussentijd nog moeder geworden. Dochtertje, Hanya. En eindigde in Berlijn op het podium op de 1500 meter. Maar in de tussentijd, dat bedoel je na de Olympische Spelen van 2010? Ja. Ja, inderdaad. Niet in de dwelpauze. Nee, zij is alweer een tijdje op de weg terug. En zij wil per se Sochi halen. Ja, en hebben brons met haar collega's gehaald op de teampursuit. En dat is de doelstelling voor deze speler. Pechstein nu de rondetijd wat sneller. En die gaat jagen. Die zal deze ronde richting de 1800 meter er naartoe rijden. Poolse. Haar vader was gewichtheffer, haar moeder biatleet, die komt dus uit een echt sportgezin. En die bronzen medaille bij de ploegachtervolging in Vancouver verzekerde Pachleda Kurus van een levenslange uitkering van in elk geval het minimumloon. Zo gaat men in Polen met de topsport om. 3 ronden nog, Pechstein komt onderdoor, zou Pachleda Kurus mee kunnen. Ritme gaat wel omhoog in die buitenbocht, was goed te zien daar. Handje erbij. Maar mag dit versnellen? Met 32-3 is niet snel genoeg. Je moet in de 31ers. Nee, ik bedoel de Pachleda Kurus. Die gaat weer mee. Die komt nu onderdoor richting de 2200 meter. En dan staat er nog 2 ronden te gaan op het bord. En die blauwe streep, dat was Irene Wüst. Kortom, een achterhoedegevecht nu. En Pechstein was dit seizoen al veel beter. Kijk toch eens. 32,5 en 33 blank. Wüst mag dan haar twijfels hebben over de 3000 meter. Je kunt ook een andere conclusie trekken. Dat Nauta heel erg goed is. Dat Joling erg goed is. En dat Wüst nog net ietsje beter is. En dat deze vrouwen, met alle respect voor de 42-jarige Pechstein, 41 is.
gewoon nu niet meer meedoet in de top op de 3000 meter. Vandaag won een wereldbeker. En hier is Sablikova, die maakt zich klaar. De bel. 32-6 en 33-9. Mocht Pechstein voorafgaand aan dit toernooi nog genoemd worden in het rijtje favorieten, dat mogen we toch echt na dit optreden wel doorstrepen. De 500 meter toch ook te veel laten liggen. En ze komt ook niet naar de tijd van Joling. Ze blijft net steken onder de tijd van Valkenburg. 4:06:53. 4:09:80. Pechstein gaat deze tijd moeite krijgen om de laatste afstand te halen. Dat wou ik maar zeggen. Klassement. Nog steeds Wüst, Voskova en Joling. De Nederlandse vrouwen 1, 2 en 3 de 3 kilometer. Maar ja, we krijgen nu aan de start Sablikova. Nou, dat denkt voorzichtig ook aan een afstandsmedaille. Laatste rit, Slotkowska, 27-jarige Poolse. Tegen normaal gesproken, wat is normaal? De beste op de 3000 meter, Martina Sablikova. Twee wereldbekerwedstrijden gewonnen, één keer verloren van Pechstein. Maar slecht begonnen aan dit toernooi met de 500 meter. Sablikova kan wel naar het klassement kijken. Yvonne Nauta staat nu zevende. En Sablikova moet 16e goed maken. Dus als Sablikova onder de 4-0-2-0 rijdt, gaat ze er goed voor. Sablikova, vergeet dat niet, won twee keer goud op de Spelen en brons op de 1500 meter. Sablikova moet gaan jagen. Om zichzelf ook zeker te stellen voor die 5 kilometer. Want die wil zij natuurlijk ook nog één keer rijden op hoog niveau voor de Olympische Spelen. Laten we haar gaan vergelijken met Yvonne Nauta. Nauta 31-3 in deze openingsronde. Sablikova verliest daar alweer 3/10. Nou gaat Sablikova in de slotfase nog wel komen, maar Nauta heeft weinig laten liggen. Die kon in het middengedeelte zelfs nog versnellen. Mooi. Ik vond het Nauta. De lach ook bij Timmer. Een kilometer nu voor Sablikova. 1:24:3, 31-8 ronde. Waar Nauta nog 31-6 noteerde. Sablikova is natuurlijk niet gewend dat er zoveel Nederlandse vrouwen aan de deur kloppen op haar 3 kilometer. Ze is zelf nooit in staat geweest om dat baanrecord van Koen Niemann uit de boeken te rijden. Eigenlijk zit Sablikova op elke baan wel een baanrecord. 32-0, nu al. Dat is niet goed. Ook Nauta had één rondje 32-0 in deze fase van de race, maar wist toen in staat om de rondetijden terug te bouwen. Ja, 31-7 noteerden ze in de ronde daarop. Kijk. Daar waar Sablikova veel goed moet maken, levert ze gewoon in. Dan zal die versnelling nu toch moeten komen, Martin, anders is het te laat. Nee, het gezicht staat al op onrust. Die lijn, dat is Wüst. Die stappen uit de bocht waren niet raak. 31-7, Nauta hier. 32 blank, nee, het zit er gewoon niet in. Het is een Olympisch seizoen. Natuurlijk, ze heeft al Olympisch goud op zak vanuit Vancouver. Maar dat is geen garantie voor Sochi. Maar ze wilde meer. Ze is sportvrouw van Tsjechië geweest. Er wordt veel van haar verwacht. Wüst kwam door in 2:56. Nauta kwam door in 2:58. En hier zien we
Sablikova in 3-0-0. Maar wel 31-9 rondetijd. Ja, maar Nauta had nog 31-6, dus ze verliest opnieuw. Klein beetje versnellen, dat wel. Heeft u de vierde tussentijd, handje erbij. Ze ligt zelfs achter Marije Joling, die tot nu toe de derde tussentijd heeft. Dan is dit niet de perfecte test voor de Olympische Spelen. Kan ook een wake-up call zijn. Eens kijken, na de tussentijd. 2600 meter, 32 lang. Het is niet hard genoeg. Bij lange na zelfs niet. Moet het heel hard rijden. Ze moet heel hard rijden om ook voor Marije Joling te eindigen. Marije Joling die al terug komt rennen. Want die heeft de derde tijd tot nu toe met 4-0-4-24. Hij had een matige slotronde. De 4-0-4-24 wordt nu... Maar Sablikova moet onder de 2-0 rijden om onder die 4-0-4 van Joling te duiken. De finish. Nou, laatste meters van Sablikova en ze duikt net onder de tijd van Joling. En dat komt door die slotronde van 31-9, waar ze toch versneld. En Joling heeft het hierdoor. 200ste is slechts het verschil. Maar we zien geen tevreden gezicht, want anders zou Sablikova wel gezegd hebben. Ajeto, dat zou doen de Tsjechen dan. Maar vandaag niet. Maar voor het klassement moet Sablikova ook nog vrezen. Ja, want kijken we naar de uitslag op de 3000 meter. Dan heersen de Nederlandse vrouwen en komt Sablikova daar een klein beetje tussen met brons. En Joling op 200ste, net niet op het podium. En Wüst, die wat twijfels had over haar 3000 meter, krijgt toch de bevestiging nu dat het helemaal zo slecht niet was. En Joling, net niet. Ze wil een beetje tegenwind geven. Maar het was niet genoeg. Ze had harder moeten blazen. Wüst wint de 3000 meter. Moeizame slotronde, maar toch. Het barenkoor blijft overeind. 4-0-2-0-2 is de winnende tijd. Dan Nauta 4-0-2-63. Die geeft inderdaad dat statement af. Sablikova naar het brons voor Joling. Die vierde wordt. Pechstein wordt vijfde. Valkenburg zesde. En wij zijn al op de volgende pagina. En dit zijn de dames die helemaal achterin zijn geëindigd op de 3000 meter. Brengt ons op het klassement na twee afstanden. Dat Irene Wüst royaal leidt. Want een verschil met de 1500 meter van bijna 4 seconden met Skokova. Ja, dan kan je ze bijna achteruit schaatsen. Dan sta je nog aan de leiding. Joling staat er buitengewoon goed voor. Dan Shigova die Joling kan bedreigen met de afstand van morgen. Valkenburg ook nog in de top 5. Nauta is begonnen aan opmars. Maar de 1500 meter is voor haar ook weer lastig. Dan mogen we nog hopen op de 5000 meter. En dan zal alles wel weer goed komen. Kortom. Dag 1 voor de Nederlandse vrouwen. En als we kijken naar Sablikova op plaats 11. Die laat dus veel liggen en moet nog vrezen voor de 5000 meter. De Nederlandse vrouwen hebben een buitengewoon goede eerste dag gereden. Bepaald ook geen gedevalueerd toernooi. En dat betekent dat de vrouwen de eerste dag erop hebben zitten. En dat we al een klein beetje kunnen vooruitblikken op de dag van morgen, de 1500 meter. Maar eerst wacht ons zo dadelijk na de dwel nog de 5000 meter voor mannen. Beslist.nl is supporter van NOS Schaatsen.